Journalist en presentator Ivan Summerfield is gisteren aangesteld als de eerste directeur van Radio Weskopu. Radio Weskopu is vorig jaar getransformeerd naar een stichting onder de paraplu van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorheen was Weskopu een afdeling van het ministerie. Summerfield is blij met het vertrouwen dat in hem is gesteld om Radio Weskopu de plaats te geven die het verdient in de mediawereld. De nieuwbakken directeur zegt dat er veel werk is voorafgegaan aan zijn aanstelling. De medewerkers van Weskopu, het bestuur en minister Dikan hebben daar hun bijdrage aan geleverd. Dat geeft dus aan dat we dezelfde trend zullen blijven voortzetten, omdat de enkeling een drenkeling is. En ik ben niet iemand die solo gaat. En het wordt ook van mij verwacht dat we dus als een sterk team verder gaan. Als je Weskopu de plaats wil geven die het verdient, dan denk ik dat dat de juiste pad is om te bewandelen als je naar het succes wil gaan van Radio Weskopu. Men moet niet ervan uitgaan dat ik als de nieuwbakken directeur wonderen zal verrichten. Ik heb geen wonderstok. Het is een proces die ik allemaal zal verlopen om te gaan tot het succes waar het ministerie, waar het stichting bestuur en natuurlijk ook het personeel, maar groter nog het luisterpubliek van wil genieten als het dus gaat om een betrouwbare en natuurlijk ook een mediahuis die niet weg te denken is. In Suriname, maar natuurlijk ook internationaal, omdat we dus ook online gaan. Al met al kan ik dus aangeven dat het all hands on deck is met al de materialen die we hebben. We hebben dus al ook een inventaris gemaakt. Er is dus heel veel werk die verricht zal moeten worden. Maar het belangrijkste dat ik wil aangeven is dat we Weskopu zullen moeten maken als eigenlijk je ademhaling. Het moet onmisbaar voor jou kunnen zijn, Radio Weskopu. En dat is het pad die ik graag wil bewandelen om het succes te behalen. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft er vertrouwen in dat Summerfield Radio Weskopu in de goede richting zal leiden. De bewindsman zegt dat het ministerie het radiostation niet direct zal loslaten, maar nog de nodige ondersteuning zal bieden. En daarom hebben we ook gezegd dat we Radio Weskopu niet direct gaan loslaten, maar dat we nog alle ondersteuning, zij financieel, materieel en personeel, nog zullen geven. Maar de bedoeling is dat op een bepaald moment ze hun eigen bootjes gaan doppen. En voor raad en daad kan je altijd nog bij je ouders, wiens van ja, Biggie Meyer of Biggie Oman, altijd, je kan naar een Biggie Wan, voor een conseil, of sabi, een denkie, altijd adoren op. Dus, het is wel lazy, we proberen alles, maar we versteren alles, maar. En we wensen veel succes, veel wijsheid en veel kracht. Ook toe voor Amoro Hewang. Voor Gilden Blessie, voor Adjuden Blessie, al die tijd. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Hij heeft Ivan Summerfield gisteren aangesteld als directeur van Radio Weskopu. De ceremonie vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van RO.